Welkom bij deze zeer korte instructievideo waarbij ik je gewoon enkele tips nog wil laten zien bij het gebruik van LibreOffice Writer. Wat hebben we nog niet besproken? Als je op bestand drukt, kan je niet alleen een document maken of openen, je kan ook een document aanmaken aan de hulp van een assistent. En dan kan je kiezen, wil je een brief maken, fax, agenda, presentatie, webpagina enzovoort. Dus ik kies eens eventjes brief. Het spijtige is dat die mijn assistent opent bovenaan mijn scherm, dus ik sleep het even voor jullie terug binnen beeld en dan ga je al een voorbeeldbrief zien staan. Je kan kiezen om een zakelijke brief te maken, een formele persoonlijke brief of een gewone persoonlijke brief. Als ik dit aanduid, dan ga je zien, ik kan bijvoorbeeld eentje met het logo van de post gaan toevoegen en dit is een meer speels lettertype, dus je ziet dat het schabloon of het template in het Engels al onmiddellijk aangepast wordt. Stel dat je echt een zakelijke brief wenst te maken, dan kan je ook kiezen voor een verschillend ontwerp. Elegant, kantoor bijvoorbeeld, dan zie je een iets klassiekere opmaak. Modern geeft je zo wat meer de moderne lettertypes. En dan kan je gaan verder werken. Je drukt gewoon beneden op volgende. En je zou kunnen zeggen, ik wil niet het retouradres nog in het venster van de envelop. Dat is hier van boven. Ik zet gewoon het vinkje uit en dan is dat weg. Dus je wil zeggen, ik wil geen slotformule onderaan, dan druk je daarop en dan wordt die al automatisch weggelaten. Dus je zou een slotformule kunnen kiezen, bijvoorbeeld tot ziens, en je ziet dat het in het voorbeeld automatisch wordt aangepast. Dus ik kan deze even laten staan met vriendelijke groet. Je drukt op volgende, wat krijg je dan? Ofwel wens je de gebruikersgegevens in te vullen zoals jij die zelf in LibreOffice hebt geplaatst. Dat zie je hier van boven staan, Ons Lieve Vrouw Lyceum, Collegelaan 30 in Genk, maar je zou ook op nieuwe afzender kunnen drukken en dan hier de naam gaan ingeven. Dus ik gebruik even de gebruikersgegevens van ons adres. Je drukt op volgende. Je zou de voettekst nog kunnen aanpassen, een paginanummer opnemen enzovoort. Druk nog eenmaal op volgende en je zou de naam aan dat schabloon kunnen toekennen. Standaardbrief bijvoorbeeld. En dan moet je kiezen, maak je nu onmiddellijk een brief die gebruik maakt van dit schabloon of wil je daarna het schabloon nog handmatig gaan bijwerken. Dus je zou op voltooien kunnen drukken. Ik heb nu gekozen voor maak een brief op basis van dit schabloon en je gaat zien dat al die gegevens ingevuld zijn die ik wenste. Dus dit is de assistent. Ik ga dat niet bewaren. Wat wou ik jullie nog laten zien? Ik ga daarvoor eerst mijn Genkse document openen. Wat zou je nog kunnen doen? Wat is nog extra handig? Stel dat je via extra even de woorden wilt gaan tellen. Dat is een optie die in LibreOffice verwerkt zit. Ik denk dat er iets misging. Daar is die. Het venster was eventjes weg. Ik kan zien dat ik niks geselecteerd heb, maar dat in mijn heel document bijna 1000 woorden staan, 5700 en zoveel tekens. En je zou ook natuurlijk een stukje kunnen gaan selecteren. Dat zal ik nu doen. Stel dat ik deze alinea wens selecteren, extra woorden tellen. En dan ga je zien dat ik nu wel een aantal woorden heb geselecteerd. Wil je nog meer informatie dan alleen dit, dan kan je ook kiezen bij bestand. Eigenschappen onderaan. En standaard sta je op dit venster of op dit tabblad algemeen waarin dat de titel staat en wat gegevens. Maar helemaal achteraan bij de statistiek kan je ook gaan nakijken hoeveel pagina's heeft dat document nu, hoeveel afbeeldingen zitten daarin verwerkt. Er zit zelfs één Olé-object, jullie weten nog, dat is die grafiek die we ingevoegd hebben, rechtstreeks gekoppeld aan ons kalkdocument. Dus je ziet, extra informatie is altijd te raadplegen. Wat wou ik ook nog laten zien, wat hebben we nog niet besproken. Het afdrukken van een document kan rechtstreeks met deze knop. Dan ga je het rechtstreeks naar jouw standaardprinter sturen. Je hebt natuurlijk het afdrukvoorbeeld, dat is je wel bekend. Teruggaan naar een vorige pagina of naar de volgende pagina. Naar de eerste pagina of naar de laatste pagina. Hoeveel document of hoeveel pagina's wens je te zien in het afdrukvoorbeeld. Je kan via dit drop-down menutje kiezen hoeveel dat je er zelf wenst. Bijvoorbeeld 2. Je kan het in een boekafdrukvoorbeeld laten zien. Je kan gaan inzoomen en gaan uitzoomen. Dat kan je natuurlijk ook met deze lijst. Je kan iets fullscreen gaan bekijken of in het volledige scherm. Je kan het rechtstreeks gaan afdrukken of het afdrukvoorbeeld sluiten. Nu, als we dat bij dat afdrukken wil ik je nog één ding laten zien. Dus als je kiest voor bestand afdrukken, dan ga je niet rechtstreeks afdrukken zoals dit icoontje is. Zo, dit is bestand direct afdrukken. Als je kiest voor bestand afdrukken, dan krijg je eerst het dialoogvenster van LibreOffice met de printerkeuze. Dus bijvoorbeeld mijn eigen printer thuis. Je kan gaan kiezen welke pagina's dat gedrukt moeten worden. Als ik dit aanduid, dan kan ik zeggen ik moet alleen pagina
2 tot en met 4 hebben. En daarbij behorend moet ook nog pagina 7 afgedrukt worden. Dan kan je dat zo gaan noteren. Je gaat zien, dit zijn 3 pagina's die hij laat zien. Dat is omdat de tweede pagina leeg is. Dus ik maak daarvan even 3 tot en met 5. Dat was een duidelijker voorbeeld. En dan zie je dat het 4 pagina's zijn. Dus pagina 3, 4, 5 en 7 in het afdrukvoorbeeld. Zo. Je kan natuurlijk de eigenschappen van je printer gaan aanpassen, maar dat is voor iedereen anders. Dus jouw printer geeft een ander dialoogvenster hier. Je kan nog wat instellingen gaan doen. Moet de pagina-achtergrond mee afgedrukt worden? Moeten afbeeldingen afgedrukt worden? Hoeveel pagina's wens je per blad? Je zou dat kunnen naar 2 brengen. Dan gaat hij proberen 2 pagina's op 1 A4 te drukken. Maar wat dat nog interessanter is, en dat wordt heel veel gebruikt in onze school, is in een brochurevorm af te drukken. Dit is hetgene dat ik jou eigenlijk wou laten zien. Druk je op brochure, dan gaat LibreOffice zelf hertellen hoe dat hij iets moet afdrukken. En hij gaat dat op een A4-blad proberen te drukken in de breedte. Zodanig dat je dat blad kan vouwen en dat je er eigenlijk een plooibrochure van kan gaan maken, waardoor dat je in principe 4 bladzijden kan drukken op 1 A4 papier. Dus we kijken ons eventjes bij algemeen. Stel dat ik alle pagina's wens af te drukken. Dan ga je zien, op pagina 1 gaat alleen mijn voorblad staan. De achterkant van mijn voorblad was natuurlijk leeg. En dan ga je zien dat hij alle, dit is de inhoudsopgave, dat hij alle pagina's in een soort boekdrukvorm of in een brochurevorm gaat afdrukken. Dus je gaat dat zien, hier zijn de bladen langs elkaar, zodanig dat je dat eenvoudig kan gaan plooien. En veel minder papier gaat verbruiken natuurlijk. Dat over het afdrukken. Als laatste nog even de helpfunctie. Die staat hier van boven, maar jullie weten, als je op F1 drukt in een Windows-programma, krijg je altijd de helpfunctie te zien. Ook deze sleep ik even binnen het scherm. Je kan gaan zoeken op inhoud, en dan niet alleen binnen LibreOffice Writer. Dat is mooi gedaan, want soms maak je natuurlijk een koppeling met een ander programma, maar je kan dus ook rechtstreeks gaan zoeken binnen Calc en je krijgt dan hier aangepast een overzicht. Stel dat je zoekt binnen LibreOffice Writer, ik ga hem eventjes zoeken, even wachten, binnen tekstdocumenten, dan zou je gaan zeggen hoe werkt bijvoorbeeld nummering en lijsten, hoe kan ik dat toevoegen, en dan ga je aan de rechterkant natuurlijk Nederlandstalig de nodige inhoud zien. Stel dat je zegt dit is een stukje dat ik regelmatig vergeet en ik wil daar goed aan kunnen denken, dan kan je er hier van boven een bladwijzer van maken. Je maakt er een bladwijzer van en je noemt die hoofdstukken. Oké. Dan ga je zien dat bij bladwijzers een bladwijzer hoofdstukken staat. Stel dat ik er nog één ander maak, inhoudsopgave, bijvoorbeeld een trefwoordregister maken. Ook hiervan een bladwijzer, trefwoorden, zo. Dan kan ik in mijn bladwijzers heel gemakkelijk gaan switchen tussen hoofdstukken door te dubbelklikken en trefwoorden, gewoon dubbelklikken. Je kan ook natuurlijk het knopje weergeven gebruiken, zo, en weergeven. Index geeft je een alfabetische index van alle woorden die in de helpfile voorkomen. Zoeken geeft je natuurlijk de mogelijkheid om te zoeken naar bijvoorbeeld randen. Stel dat ik randen wil gaan zoeken, maar randen mag alleen in de titel staan, dan zie je het hier. Of het mag overal staan, dan zoek ik zonder het vinkje en dan vind ik alle informatie rond randen. De bladwijzers hebben we besproken. Wat is natuurlijk de andere plaats waar dat je nog extra hulp kan gaan vragen? Dat is op het internet. We gaan even kijken. Ik sleep er een balkje bij of een dialoogvenster van Google Chrome erbij. Ik ga naar de Nederlandstalige website van LibreOffice. En daar staat hij. Ik ga daar naartoe en ik laat je natuurlijk zien dat stukje help. Kan je natuurlijk vinden bij ondersteuning. Daar staan een aantal mailinglijsten waar dat je kan inschrijven. De Nabble is eigenlijk een soort hoofdkanaal, meer voor hoofdgebruikers of zwaardere gebruikers of zelfs developers en testers. Dus je kan daar wel je vragen kwijt, maar het wordt meer verwacht van pro-users. De mailinglijsten hebben we gehad. Veel gestelde vragen over bijvoorbeeld hoe moet ik LibreOffice installeren op een Mac. Je kan daarop klikken. Eventjes wachten. Dan zie je hier wel wat informatie staan, maar het stukje rond het installeren staat hier. Bij installeren, hoe moet ik dat installeren? Bijvoorbeeld op een Macintosh computer. Je krijgt daar wat printscreens bij en je ziet meer informatie staan. Je zag ook de hulp voor Windows of Linux. En dan zie je een hele belangrijke knop en dat is natuurlijk de documentatie.
En dan staat er, er is een handleiding voor beginners. Deze verwijst je altijd naar de Nederlandstalige handleidingen. Deze knop, de internationale website, die verwijst je naar meestal Engelstalige documentatie. Wil je kennis maken met Writer? Dan klik je daarop. Kom je op de ODF Authors uit, een soort verzamelplaats voor auteurs rond het ODF-formaat, het Open Document Format, waar LibreOffice natuurlijk mee werkt. En hier zie je het PDF-document staan dat je gewoon kan openen en thuis kan gaan bekijken. Dit waren een aantal interessante en kleine korte tips.